Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. We zijn weer terug. Mijn vorige video heeft wat losgemaakt. In die video heb ik namelijk best wat heftige dingen gezegd. Namelijk dat ik vind dat Nick op Hei... Nee, dat vind ik niet. Ik heb gezegd dat Nick op Hei een scammer is. Nou, dit maakte veel los. Veel mensen zeiden van goed dat je dit aankaart. Het is zelfs op Dumpert geplaatst. Maar dan kom ik dus op het volgende. Ik wil dus eigenlijk weer een serieuze video hierover maken. Omdat hij erop gereageerd had. Nou, heeft hij een TikTok gemaakt van meer dan 5 minuten. Waarin echt, nou, dat wilde ik helemaal gaan fileren. Maar hij heeft het verwijderd, de TikTok. Maar natuurlijk had ik het al lang gescreenrecord, dus het maakt geen donder uit. We gaan er naar kijken. Maar voordat we naar de serieuze dingen gaan, heb ik eerst nog wat leuks. Nee, het is geen sponsor deze keer. Het is Nick in een livestream. Ik wil nog even aankaarten wat voor persoon financieel advies geeft. Dus wie een 1-op-1 cryptocoach voor jou kan zijn. Dat gaan we hier even naar kijken. We zijn er klaar voor? Ik niet. Luister goed. Zitten soms zulke lage comments tussen. Er zitten soms lage comments tussen. Dan bedoelt hij waarschijnlijk mensen die hem belachelijk maken of wat dan ook. Wel, Nick is gewoon een slimme jongen. We weten dat Nick allemaal een slimme jongen is. Trouwens, ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Ik wil graag de 700.000 abonnees. Want ik zit al heel lang op 600.000. En 700.000 zou echt leuk zijn. We hoeven nog maar 8.000. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe het zeker. Voor leuke, grappige video's. Doe even. Man geeft alleen om geld. Nee. Oké, iemand comment dus, man geeft alleen om geld. Wat zo is, want anders zou je niet je eigen volgers proberen op te lichten met een scam. Dat zij al hun geld gaan verliezen, want jij wel verdient. Dat je weer een nieuwe Louis Vuitton tasje kan kopen. Want ja, Nick, ik heb ook de foto's gezien van mensen op de kermis. Dat je mensen op de foto gaat in je skinny jeans met je Louis Vuitton tasje om. Nee bro, het is leuk als je geld hebt. Heel leuk, tof. Maar als jij niet gezond bent, want als ik jou nu zou vragen, wil jij nu 5 miljoen euro? Of wil je morgen een arm en been er vanaf? Bro, geef... Dit vind ik zo lekker. Oh, ik vind het zo lekker dat als ik dan iets zeg... Dat deze man oprecht niet tot 10 kan tellen. Dat kan niet oprecht niet. Hij heeft ook een schaakbord achter zich staan. Ik denk oprecht dat hij niet weet hoe hij die schaakstukken neer moet zetten. Hij weet het gewoon echt niet. Ik weet het zeker. Oké, hij doet een vergelijking. Of je krijgt 5 miljoen euro. Of een arm en een been eraf. Nick. Dat is een vergelijking. Dat raakt... Dat slaat helemaal nergens op. Of 5 miljoen euro, of je arm of been eraf. Je moet zeggen, of 5 miljoen euro en je arm en been eraf, of je mag je arm en been houden. Dan heb je een goede vergelijking. Nu zeg je, je krijgt of 5 miljoen euro, of je arm en je been eraf. Waardoor iedereen natuurlijk gaat voor die 5 miljoen euro. Maar Nick niet, nee, Nick niet. Als je niet gezond bent, want als ik jou nu zou vragen, wil jij nu 5 miljoen euro, of wil je morgen een arm en een been ervan af? Nee, weet tuurlijk, ik niet. Dan zeg je liever een arm en een been gewoon houden. Klopt, ik wil ook liever mijn arm en been houden. Maar dat is geen van de twee opties die je gaf. Maar dan zou je zeggen, het zal toch niet dat hij inderdaad nog zo'n vergelijking gaat maken. Het is hiermee wel klaar. Dus dan is gezondheid belangrijker dan geld. Ja. Als ik zeg, bro, morgen is jouw moeder dood. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat mijn moeder doodgaat. Dus ik ga eigenlijk sowieso voor het andere. Of je hebt 5 miljoen euro. Doe mij dan maar weer die 5 miljoen euro. Want mijn moeder hoeft niet dood. Of je moeder dood of 5 miljoen. Nou, doe mij maar die 5 miljoen. Ik ben benieuwd wat gaat hij zeggen. Zeg jij gewoon, nee, ik hoef die 5 miljoen niet. Mijn moeder, laat maar leven. Dus... Ook dit stond niet in je vergelijking. Dus dan zijn de mensen die naast je staan belangrijker dan geld. Ja. Dus jij moet geld hebben. Want door geld heb jij vrijheid. Maar jij moet ook gezond zijn. Dus eet gezond, onbewerkt voedsel. Begin jouw dag goed. En de mensen die dicht om je... Bro, hij heeft gewoon oprecht, je ziet gewoon dat hij tussen elke zin... Zie je gewoon zo'n laadbalkje in zijn hoofd, omdat hij gewoon oprecht woorden moet verwerken en verzinnen. Omdat het anders gewoon, krijgt hij gewoon error. Dat is toch ziek? Oké, dames en heren, we gaan door nu naar het serieuze spul. Nick op Hei reageert op Koen. Zo noemt hij het zelf, hij heeft het ook zelf gepost. Ik ga jullie meenemen in mijn gedachtegang met wat Nick op Hei hier allemaal te zeggen heeft. Ik ben namelijk heel benieuwd. Ten eerste vind ik het raar dat hij in zijn scherm zit, maar met zoveel witte nog boven. Dat is hetzelfde dat ik elke video zo zou opnemen. Dat slaat helemaal nergens op. Laten we gaan kijken. En dan krijg je inderdaad 1% rente. Maar hoe werkt dat nou? Want 1% interessant. Rente, ja, waarom zou je rente krijgen? Er is... Ja, mensen die dachten niet echt de rest van de video hebben zo. Enkele reden waarom je zoveel rente krijgt. Nou, je krijgt rente doordat andere mensen geld inleggen. Klopt. Dus, dat is een slimme gozer die daar onderin zit. Dat is een slimme gozer die dat spelletje begrijpt. Trouwens ook het zieke, Ryan Stresser, die zogenaamde CEO is van dit hele zootje wat deze Nick promoot. Dat is helemaal niet een bestaand iemand. Die foto is genakt van een of andere, volgens mij een Belgische docent. En zijn hoofd wordt gewoon gebruikt voor deze scam. Zo ziek is dat. Je krijgt rente doordat andere mensen geld inleggen. Dus, bijvoorbeeld. Nick legt 10.000 euro in. Krijgt dus 1% rente per dag. Hij staat elke dag goed, sterk verhaal, man, van deze gast. 100 euro. En als ik me aanmeld voor bijvoorbeeld 1000 euro, dan wordt die 1000 euro wordt gebruikt om die rente van Nick te kunnen betalen. Oké, daar komt-ie. Vergelijkt appels met peren en dat klopt gewoon voor geen meter. Ik vergelijk appels met peren. Nee,
Ik vergelijk niks. Wat jij doet, jij vergelijkt inderdaad appels met peren. En dan met name als het gaat over je stellingen. Want je stellingen slaan nergens op. Bro. De reden dat wij 1% rendement kunnen krijgen, is omdat we uitbetaald krijgen in die token. Ja. Die kan stijgen, die kan dalen. Ja, oké, Nick. Ik snap dat je uitbetaald krijgt in die token. Dat is voor mij logisch. En die kan stijgen, kan dalen. Ben ik het ook mee eens. Maar waarom krijg je dan 1% rente? Dat heb je nog steeds niet verteld. Dat je uitbetaald krijgt in die token. Het enige ding is, als er iedereen die token uitbetalen, dat er veel meer van die tokens komen, elke dag. Want als er op dag 1 10.000 van die tokens zijn, dan op dag 2 dus 10.100 tokens. En ik kan je vertellen, als er van iets heel veel is, dan gaat de prijs dus uiteindelijk naar beneden. En zeker als er elke dag 1% meer bij komt. Als er twee manieren hoe je rente kan krijgen, dan krijg je elke dag 1% en haal je het eraf. Dus stel je krijgt dan is 1000 euro keer 1,0, krijg je 1010, dan haal je 10 eraf, nou, dan heb je de dag erna weer. En zo gaat het maar door. Dus elke dag heb je dan 10 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro. Maar elke dag komt er dus 1% meer van die token bij. Stel je zet het vast, dit is zeg maar als je die eraf haalt. Stel je haalt het er niet af, dan wordt het pas echt mooi. 1% rente per dag en Nick. Ik ga je nu laten zien als je 1000 euro inzet hoeveel je na een jaar hebt. Met 1% rente op rente per dag. Doe je 1000 keer 1,01 tot de macht 365. Want het is rente op rente op rente op rente op rente. Daar keer 1,01 keer 1,01 keer 1,01. Dat 365 keer. Dan kom je op 37.000 van dat token. In euro's dus omgerekend. Maar dat is natuurlijk nooit meer waard. Want je had 1000, dus we zijn... Dus alleen door jou 37 keer meer tokens gekomen. En weet je hoe je dat noemt, Nick? Je hebt je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Inflatie. Stel, ik heb 1 diamant. Dan willen best wel veel mensen die diamant hebben. Dus diamant is veel waard. Stel, ik heb 2 diamanten. Kan ik 2 mensen voorzien daarmee. Stel, ik heb 37.000 diamanten. Ja, dan kan iedereen wel een diamant krijgen. Dan boeit het niemand meer. Dus wat jij zegt, dat je uitbetaald wordt in die token. En daardoor kunnen ze die rente geven. Dat is een soort van echt precies de reden. Inderdaad. Waarom dit niet werkt. Maar je wilt niet afhankelijk zijn, dus dan kan je swappen naar USDT. Je speelt met mensen hun emoties. Oké, ik speel met mensen hun emoties. Dat doe jij natuurlijk totaal niet. Nee. Stuur mensen alleen berichten en staat vol op je website. Wees er snel bij, want binnenkort gaat de stakingpool sluiten. Wat natuurlijk puur een reden van dat Alex Union, die hele scam zegt, dat zoveel mogelijk mensen snel mogelijk geld inleggen en ook zoveel mogelijk geld. En jij ook zegt, om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen over de rug van mensen die hier gereed van begrijpen. En dat vind ik smerig, vriend. En daardoor vind ik jou een f***ing loser. Oh, hij vindt me een f***ing loser. Dat je mij zegt, yo Nick, let er op dit dat, of je hebt een mening, prima. Oké, dus yo Nick, let even op dit dat, ik heb een mening, doe even dit dat. Dat vindt hij prima. Oké, Nick, je bent een scammer, je zorgt ervoor dat al je volgers opgelicht worden die hier aan meedoen. Maar ja, jij gelooft mij oprecht niet dat ik dit zeg. Maar binnenkort zal waarschijnlijk de AFM achter je aankomen. En hopelijk geloof ik dan wel. Dan doe je ding. Maar je gebruikt andere mensen emotie. En je vergelijkt letterlijk een ING spaarrekening met crypto. Bro, 1% op je investering op een dag is veel. Ja, klopt. Ik vergelijk inderdaad gewoon puur op basis van investering. Ik vergelijk niet per se jouw ding met een ING spaarrekening. Het gaat om dat ik investeringen vergelijk, Nick. Ik vergelijk niet de bank met jouw scam crypto coin. Ik vergelijk het als je je geld vastzet op een veilige manier via de bank. Dat je dan 1% rente krijgt in een jaar. En jij zegt 1% per dag. Maar in de crypto wereld is 1% is niks. Oké. Sommige coins flippen zo 400% in een jaar. Oké, sommige coins flippen 400% in een jaar. Wil ik twee dingen op zeggen. 1% is inderdaad niks in de crypto wereld. Ben ik het mee eens. Maar niet alleen omhoog. Ook naar beneden. Maar volgens hem is dat niet zo, hè. Nee, je kan alleen maar geld verdienen natuurlijk. Je verdient alleen maar geld. Dat klopt natuurlijk gereed van. Als jij destijds Bitcoin had gekocht voor $60,000, zijn nu gewoon 30% in het rood, hoor. En dan heb ik het over Bitcoin, wat nog een redelijk stabiele crypto coin is. Ik zou even een andere erbij pakken. BitConnect. BitConnect is namelijk precies hetzelfde wat jij nu promoot. Echt exact hetzelfde. Alles is precies hetzelfde. Ze hadden hier ook zo'n ziek rare conferentie die je hier ziet. Waar ze allemaal zeiden, BitConnect is fantastisch. Ja, helemaal goed. Fantastisch. Kijk, besef dit en dit. Zie je dit? Dit en dit. Het is gewoon exact dezelfde scam. Ook hier kon je je geld vastzetten op BitConnect. Kreeg je elke dag 1% rente en toen klapte het. Nou, ik zal je even laten zien wat daar gebeurd is. BitConnect was released in 2016 to allow users to lend the value of BitConnect coin in return for interest payments. Juist, dat lijkt wel heel erg op wat Alex Union doet. Toen 2 jaar later werd het de Ponzi scheme genoemd en toen ging de prijs 92% naar beneden. En dan kan je lekker een paar weken die 1% ervan afgehaald hebben. Maar als je dan 10 rug in hebt zitten, dan maak je dus nog dik verlies, hoor, vriend, kan ik je vertellen. Cent is niks. Sommige coins flippen zo 400% in een jaar. Sommige coins flippen 400% in een jaar, is vast ook waar. Er zijn ook veel meer coins die zeg maar naar nul gaan. Maar dat doet het natuurlijk niet. Nee, alleen maar positief. Alleen maar Hosanna. Het is alleen maar Hosanna. Dan zegt hij 400% in een jaar. Nou, bij mijn berekening is dit 3700% in een jaar. Nou, dan kan ik voor jou even 3700 delen door 400. Dat is meer dan 9 keer zoveel dan als jij noemt als een grote uitzondering. Jouw coin gaat gegarandeerd met 1%. Gegarandeerd, hè. Elke dag krijg je 1% rente. 9 keer zoveel omhoog. 3700%. 100%.
3700% in een jaar. En dan gaat er nu, er gaat 100% een verhaal komen, weet ik zeker van. Nee, want als je het op die manier doet, dan is je rente lager. Dan is je rente maar 0,5% in plaats van 1%. Ik zag alweer zo'n comment voorbij komen. Prima, verandert in 0,5%. Elke dag 0,5% krijg je dan. Heb je 6000. Is dat nog 600% rendement in één jaar. Wat 1,5 keer zoveel is, dat is jij noemt als super, super ziek van dat kan. 400% in een jaar. Maar de reden dat wij 1% krijgen uitbetaald, zal ik jou dat vertellen. Ja. Lieve kom. Ja, vertel als je mij. Hier niet in thuis hoort, moet je ook niet zomaar gaan praten. Bro, Nick, ik had al bitcoin toen jij oprecht nog, weet ik veel, je aanmeldde voor X on the Beach of zo. Ik heb zelfs, wat is het, in 2017 een kanaal gehad over bitcoin. En nee, ik ben geen guru. En nee, ik ga ook niemand aanraden om het te kopen. Want ik vind het allemaal maar een shady zooitje. Maar ik vond het destijds interessant, omdat ik het interessant vond omdat er een nieuw iets opkwam. En niet omdat er super veel geld mee te verdienen was. En toen ik ook zag dat iedereen het alleen maar ging gebruiken, gast zoals jij, om veel geld mee te verdienen. Was voor mij een reden om te zeggen van, nou weet je, ik geloof het eigenlijk wel. Ik zeg wat je denkt, want bro, ik zit er met meer dan fucking 200. Bro, zit er met meer dan 200.000 euro in. Dit is trouwens, mensen, dit is niet zijn screenshot. Eigen geld. Dit is niet zijn screenshot. Ik heb namelijk al van twee andere mensen in mijn DM dit screenshot gekregen. En dan volledig. Dan moet ik ook zeggen, mocht het wel zijn screenshot zijn, dan hoop ik echt dat hij zo snel mogelijk geld eruit haalt. Want anders gaat hij 200.000 euro verliezen. Ik denk toch niet, bro, dat ik in een fucking scam ga investeren. Ik zit zo lang in de crypto. Bro, je investeert letterlijk in een scam. Ja, hij zit al zo lang in de cryptowereld. Ja, Nick. En ik snap het. En het erge is oprecht. En daarom zeg ik het ook tegen je. Haal je geld eruit en stop ermee. Want het is een scam. Maar je hebt het zelf niet door. Omdat je niet tot 10 kan tellen. En dat is helemaal niet erg. Want je kan vast andere dingen wel heel goed. Je ziet er hartstikke verzorgd uit. Je bent hartstikke populair bij vrouwen waarschijnlijk. Als ze zeg maar, als je niet praat. Want dit is natuurlijk wel vrij. Ja, nee, sorry. Ik mag een grap maken weer over Limburgs. Na de ene laatste bankse video. Het spijt me. Maar je kan vast hartstikke leuke, bijzondere dingen doen. Kijk, zo'n Mastermind Media is model. Maar dat is hij niet. Die betaalt mensen om model te kunnen zijn. Jij kan vast toch wel voor Mill Lions model zijn of zo. Voor Black Bananas of zo. Maar de cryptowereld is gewoon een lastige wereld. Waar heel veel misbruik wordt gemaakt van domme mensen. En Nick, dat ben jij. En dat zou ik liever niet willen zeggen. Want ik wil niet onaardig zijn. Maar als jij zo'n scam oprecht denkt dat het echt is. Dan ben je gewoon dom. Punt. Zo lang in de investeringswereld. Ik ga niet zomaar mijn eigen geld. Nee. En mensen die bij mij in de coaching zitten. Zeggen dat ze hierin moeten gaan terwijl het dan gaat klappen. Zodat ik mijn eigen zakken kan vullen. Jawel. Want dat is wat jij letterlijk zegt. Klopt, dat doe je ook. Ik weet niet, jij kent mij niet. Klopt, ik ken je niet. Gelukkig niet. Ik hoef je ook niet te kennen. Want ik denk niet dat ik er veel meer opstel als je kent. Maar ik ben iemand die transparant is. Real. Ik zou nooit geld willen verdienen achter mensen hun. Nick, je bent transparant, fucking real. Laat maar even zien, hoeveel heb je nu verdiend met jouw code, zodat mensen lid worden van het Alix. Want uiteindelijk, je wil dat mensen geld verdienen, toch? Maar toch verdien je aan iedereen die via jouw link binnenkomt. Want dat is in principe jouw verdienmodel. Dus je bent zo transparant, laat jij even lekker zien hoeveel je daarmee verdient. Daar ben ik wel benieuwd naar. En daardoor uiteindelijk mijn imago te laten schaden. Want kijk, ik ben ook sceptisch. En ik doe ook eerst mijn onderzoek. Oké, hij is ook sceptisch, dat is goed. Hij doet ook eerst zijn onderzoek, is ook goed. Dus dan weet hij nu ook, gaat hij nu zeggen, het is inderdaad een scam, Koen, je hebt gelijk. Dat gaat hij nu zeggen, want dan komt hij zeg maar achter dat die eigenaar helemaal niet de eigenaar is. Dat hij een hele andere naam heeft. En dat dit zeg maar precies hetzelfde is als BitConnect en heel veel andere scams. Dat gaat hij nu zeggen. Ik ga ook kijken, hoe kan een bedrijf mij 1% rendement per dag opleveren? Ja, dat kan niet. Het is allemaal ingecalculeerd. Oh. Het is allemaal ingecalculeerd. Okay. Hoeveel mensen erin kunnen, hoeveel mensen eruit betaald kunnen worden, hoeveel geld erin kan. Okay. Want er is 52% van de totale supply van 10 biljoen. Dus 10 biljoen? 1,2 biljoen is dus ongeveer achter de hand gehouden. Biljoen? Bro. Ik check nu zijn website. Hij heeft het verwijderd. Hij heeft het verwijderd. Oh mijn god. Ik wilde even checken, want hij zegt 1 biljoen. Wat nooit kan. Hij bedoelt 1 biljoen, wat een miljard is. Maar bro, denk dat een biljoen een biljoen is. Dat level zitten we. Oh, het is zo lekker, mensen. En iedereen die door hem gescamd is, maak je geen zorgen. Ga naar de politie en gebruik mijn video als bewijs. Alsjeblieft, doe het. Oh mijn god, hij heeft het eraf gehaald. Oh. Hoe schitterend. Oh, die vind ik het nog mooier. Hij gelooft... Dit is prachtig. Oh, bro. Nick, ik verwacht nu echt oprecht een TikTok van jou. Dat je zegt, Koen, bedankt voor het waarschuwen. Je had gelijk. En iedereen die hier is ingetrapt en geld is verloren, ga ik persoonlijk terugbetalen. Dat verwacht ik dat je nu gaat zeggen. Dus ze kunnen gewoon incalculeren hoeveel mensen erin kunnen, hoeveel geld erin kan. Okay. Zodat het niet gaat klappen. Zodat het niet gaat klappen. Oké, waarom heb je het dan nu van je website afgehaald, Nick? Nick, waarom heb je het dan nu van je website afgehaald? Daarom zeg ik ook, de stakingpool gaat binnenkort een keer dicht. Oké, de stakingpool gaat niet dicht, Nick. Dat is een manier om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk binnen te krijgen. Zodat de eigenaar zoveel mogelijk geld kan verdienen. Er kan niemand meer bijstorten. Niemand kan en wij krijgen uitbetaald in die token van hun. Ja. En die token die kan omhoog, omlaag. Ja, die token kan omhoog, omlaag. Ja, die token is straks 0,000000 waard. En dan kan je wel heel veel tokens hebben. Maar dat
is dan als je heel veel keer 0,000 is het nog steeds 0,000. Dus ben je alsnog al je geld kwijt. Hey, dat is leuk. Gaan we even, maar je wilt niet afhankelijk zijn, dus je zwept een USDT, maar je krijgt eerste instantie uitbetaald in die coin. Ja. Dus een win voor de coin, want de coin krijgt een hoger volume. Nee, Nick, de coin krijgt een hoger supply. Dat is geen win voor de coin. Het is een win voor de coin als de supply weggaat, want dan wordt die schaarser. Het is een kwestie van vraag en aanbod, hè, Nick? Als wij verkopen, krijgen ze natuurlijk een selling tax van de exchange of whatever. Niet van ons. Van de exchange of whatever. Fijn dat je het zo goed weet. Als die coin meer volume draait, krijgt die coin meer geld. Krijgt dat project meer geld. Met meer volume krijgen ze meer zichtbaarheid. Met meer zichtbaarheid krijgen ze opmerkingen van grote centralized en decentralized exchanges. Ja. Dus voor hun een win, maar voor ons ook een win. Ja, dus dan komen ze op een exchange. Ja, ik zat net even te kijken. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet dus niet zeker of dit de coin is. Ik denk het wel, want dit is de enige die ik kan vinden. Hier staat, Alex is currently not verified by CoinMarketCap. This page is created automatically using on-chain data. Please do your own research. Oké, dus zeg maar nergens staat van dat dit iets is. Maar even voor de duidelijkheid, ik zit hier dus nog wel op de website. Hij heeft de website niet offline gehaald, maar hij heeft hier wel weggehaald USDT steken. Hierboven in zijn website en hier ook het kopje. Maar als je gewoon naar de website zelf gaat, is hij er nog wel. Dus ik laat het nog even zien dat het inderdaad wel gewoon op de website staat van Nick. Dus inderdaad, voordat Nick gaat zeggen, ik heb dat nooit geplaatst. Ja, Dus je moet niet zomaar dingen gaan praten. Okay. Ik zelf zou nooit geld willen verdienen achter mensen. Je zou nooit dat willen, achter hun rug om. Waarom heb je het dan verwijderd? En waarom is het van je website af? Daar ben ik wel benieuwd naar, Nick. Wat je vertelt over een Ponzi scam of whatever. Ponzi. Klopt. Een Ponzi. Een Ponzi scam. Nee, een Ponzi scam. Bijna goed. Scam is inderdaad, als je hier iemand hebt, je hebt allemaal mensen daaronder. Ja. Met de inleg van hun wordt diegene in de bovenste linie wordt uitbetaald. En uiteindelijk gaat shit klappen als niemand meer erin komt. Ja, klopt. Klopt. Dat is precies dit. Dat is 100% dit. Je legt het perfect uit, Nick. Dat is een Ponzi scam. Maar hier verdien je letterlijk ook al je geen mensen aanbrengt. Ja. En toch zullen er altijd weer, altijd weer wat te zeggen hebben. Ze geloven meteen wat een ander zegt. Ja. En als iemand een mening heeft, kunnen ze zelf tegenwoordig niemand meteen zelf logisch nadenken. Dat is wel waar. Ik moet dat eerlijk zeggen. Hij is niet iemand, Nick, die dan zegt van, je hebt gelijk. Nee, hij gaat eerst even de scam verdedigen. Om er dan achter te komen dat het inderdaad een scam is. Ik ga meteen zeggen, jij vindt hem een mogol, dan vind ik hem ook een mogol. Jij zegt dat dit is, dan vind ik ook dat dit zo is. Ik coach een tal van mensen één op één. Ja, echt, de mensen die door hem gecoacht worden, ik denk oprecht dat die niks kunnen. Dus dat ze in een rolstoel zitten en niet kunnen praten, dat ze engel in kunnen ademen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand met ook maar 3 hersencellen zich laat coachen door een gozer die vergelijkingen niet snapt en een scam aanbiedt. En dat zelf nog promoot en daarna een scam verdedigt. Heel eerlijk, Nick, als je nou echt even veel geld wilde pakken en daardoor promoot je een scam en je pakt hier even centen mee en dan ben je weg. Dat is heel smerig. Maar goed, dan ben je gewoon een scammer. Maar jij verdedigt een scam. Die fan die hierachter zit, die ziet dit. Een vertaalde versie, want dat is natuurlijk een of andere Rus of zo. En die lacht zich helemaal schil. Die zit daar met zijn matties te kijken van, bro, we zijn hier allemaal mensen aan het scammen en deze Limburger die is ons gewoon keihard aan het verdedigen. Nou, dat is natuurlijk schitterend. En wij gaan kantelen met heel onze community. Als je wat is. Je gaat inderdaad kantelen met heel de community, maar dan wel zomaar naar 0 euro. Prima, doe je ding, heb ik geen moeite mee. En waarom ik dit ook een f***ing loser actie van jou vind, bro? Je hebt een Bro, waarom komt ineens de zielige muziek, man? Je hebt een groot bereik, je weet dat je veel views pakt, want je bent letterlijk met de allerlaatste video's van jou, ben je allemaal mensen naar beneden aan het halen. Maar je weet. Ja, dat klopt wel. Dat klopt. Maar niet onterecht. Je haalt views dus op anderen, omdat je anderen naar beneden haalt. Nederlanders een land van afkunst. Ook wel deels, ja. Mensen houden van negativiteit. Ja. Mensen houden ervan als mensen naar beneden gehaald worden. Uh-huh. Dus je weet dat je daarom de video's doet om views te gaan halen. Ja. Ik ben niet van scam. Ik zal nooit, nogmaals, nooit geld willen verdienen achter mensen hun rug om. Je wordt zo'n mooi filmpje dat het straks allemaal geklapt is. En dan dat je hier dat muziekje onder kan zetten, dat is schitterend. Ik heb mijn geld altijd eerlijk verdiend, zal ik altijd blijven doen. Ik hou ervan om te inspireren, te motiveren. Maar nogmaals, alles wat je zegt in heel de video klopt, maar... Oh, kijk, Nick, toch, dan zijn we er toch, alles klopt. Maar het gaat fout bij hetgene dat je dit in Ponzi scam doet. Oh. En dat jij alles... Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt een Ponzi scam en een piramide scam. En dit zou best een piramide scam kunnen zijn in plaats van Ponzi scam. Want ik vind die twee soms best lastig uit elkaar te halen. Groot verschil is bij Ponzi vrouwen zorgen de organisatoren voor nieuwe deelnemers. Bij piramides vrouwen zorgen de deelnemers. Oh nee, je hebt gelijk. Het spijt me. Het is vrijwel hetzelfde. Maar het zijn natuurlijk de deelnemers die zorgen voor nieuwe deelnemers ook. Want Nick is een deelnemer. Tenminste, ik neem aan dat hij geen organisator is. Nou, Nick, ciao ciao. Ik snap je. Ik hoor je. Ik vind het jammer dat je het van je website afgehaald hebt. Hey, hier staat hij. Hij staat er nog gewoon. Hij is er wel nog. Hij heeft het hier weggehaald, maar hij staat hier nog wel gewoon. Hij heeft dus hier wel dat hij dacht van hierboven. Bovenin moet het echt weg, want het is wel echt scam. Maar hij heeft het dus zeg maar nog niet helemaal weggehaald.
Oké. Mensen, ik hoop dat jullie weer een beetje wijzer zijn geworden. Trap niet in dit soort dingen. Als het te mooi is om waar te zijn, is dat het ook. En als je nou zoiets ziet en je denkt, ik vertrouw het niet, geef het aan bij het AFM, want dan gaan ze er direct achteraan. En dan zorg jij er echt persoonlijk voor dat mensen niet al hun geld kwijtraken aan dit soort gekken. De mensen die hier intrappen zijn vaak de mensen die niet zo heel veel te besteden hebben. En hun laatste strohalm proberen te pakken via zoiets. Dat ze denken, ja, nou ja, niks werkt voor mij. Ik zit in de put. Stop mijn laatste geld hierin. Want hij zegt dat het gaat lukken. 1% per dag is echt precies wat ik nodig heb. Daar kan ik van leven. Daar kan ik alles van doen. En dat zijn juist die kwetsbare mensen. En niks speelt erop in op een manier die ik echt walgelijk vind. Hij probeert die mensen om te praten door te zeggen van, doe het snel, want het gaat sluiten. Je moet er snel bij zijn. 100% veilig. Ik doe het zelf ook. Terwijl het enige wat voor Nick belangrijk is dat hij zelf geld verdient. Dat is het enige wat belangrijk is. Als het hem allemaal niks uit zou maken, zoals een crypto coaching wel gratis zijn, dan zou hij zeggen, ik ga 100 mensen coachen, gewoon omdat ik het leuk vind. Want ja, hij heeft het geld toch niet nodig, want hij verdient zogenaamd toch genoeg aan crypto. Bullshit. Hij verdient aan kwetsbare mensen die hopen met crypto rijk te kunnen worden, wat nooit gaat gebeuren. Ook al zit je soms even niet lekker qua financiën of wat dan ook, nooit dit soort dingen doen, want dit gaat je alleen maar verder in de problemen brengen. En mocht je nou opgelicht zijn door Nick en hier je geld in hebben gestopt en je geld zijn kwijtgeraakt, doe aangifte, want je hebt gewoon echt een goede kans dat je gaat winnen en al je geld terugkrijgt. Aangezien hij 100% veilig zegt en je probeert te pushen om in een piramideschema te stappen. En gebruik rustig mijn video als bewijsmateriaal, want daar staat alles in wat je nodig hebt en dat is ook alles wat de politie nodig heeft. Thanks in ieder geval voor het kijken en ik hoop je snel weer te zien met een wat luchtigere video. Nou, die komen er zeker aan, mensen. Abonneer! Ik wil er 7 ton. Later!